Vandaag gaan we dus weer een nieuwe vlog doen. En wij gaan ook zorgen dat er een ponymeiden vlog komt. Dus ik ben gelukkig niet degene die achter de camera dit keer staat. Er is echt wel iemand achter de camera nu. Joehoe! Daarom, dus ik ben Koos cameraloos vandaag. En we gaan voor vandaag in ieder geval Yasri even lanceren en even kijken naar zijn oog. Want die is een beetje tussen haakjes ontstoken door vliegen en zo. We gaan hem nog even insprayen en doen. Dizzy staat nog steeds hier alleen. Maar die heeft inmiddels natuurlijk dat grotere stukje. En ze doet het eigenlijk hartstikke goed daarop. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Dus laten we beginnen. Goed, wat je met je laatste camera doet. Hè? Wat nou? Nee. Ik had hem nog niet om je neus zitten, schat. Ja. Ik zie het. Je begint hier een boller oogje te krijgen. Ja, ja, I know. I know. Gaan we je meenemen, jongen? Gaan we lekker lanceren? Nee, echt wel. Kom. Kom op. Gaan we lekker lopen. En op. Ja. Kom. Nee, je hebt al genoeg gras. Je krijgt zo meteen nog een stukje. Ja, dat is mij. Ja. Goed zo. Goed zo. Moeten we wel even deze kant op? Goed zo. Ja, een beetje een nieuwe maatje. Ja, hè. Een beetje een nieuwe maatje. Ja. Leuk, hè? Ja, jullie kunnen van de zomer tenminste lekker met elkaar stoeien. Ja. Ga je mee? Kun je mee, jongen? We zijn zo leuk samen. Boy, boy. Gaan lekker wandelen. Stomme vliegen zo. Ja. Zo. Goed zo, mooie. Je begint al te glimmen met appeltjes. Ja, je moet wel kijken waar je voetjes neerzet, hè? Maar hij kijkt al niet meer, joh. Ja, het is niet bijzonder. Heb die gang er ook op zitten? Goed zo, jongen. Het is net een show aan het bier. Nou, gaan we de andere kant op. Mooi. Naar buiten. Heel goed. Netjes hoor, jochie. Ja, dat is netjes. Goed zo, mooi boy. Ja, daar is die andere. Dat klopt.
spelen. Goed zo. Niet afsnijden. Zo kan ik dit ook spelen. Goed zo. Je moet wel even een beetje opletten. Kom, door. Ja. Goed. Naar buiten. Steeds verder naar binnen komen. En stappen. Mooi, goed zo door. Goed. Heel leuk, yes. Mooi hoor. Zo, de kant op. Goed zo. Oh jee, zelfs een lief beertbeestje heb op je meegereden. Zag je het? Nee, zie je niet op de camera. Helaas, maar hij steekt net gewoon op tot de al. We hebben gedragen, mooi. Ja. Ja. Jij denkt ik wil hem vast van draad. En ik zit gelijk ook vast met mijn zweet hier ook. Oeh. Nee, ga maar door. Is het een nieuwe zweep? Nou, heel eerlijk, zweep van mijn moeder. Die heeft een nieuwe zweep gekocht, want ik kwam er niet aan toe. Want ik heb te veel werk gedaan. Ik ben bijna altijd. De keren dat ik hier ben, wil ik wel wat met ze doen. Ja. Dus, maar binnenkort vakantie en dan neem ik gewoon mijn camera de hele vakantie mee. Behalve één dag. Want ik wil niet naki op een... video. Oh, je gaat de sauna in? We gaan een wellness in, ja. Oh, lekker. Ja, ik kan natuurlijk wel zeggen, goh, ik ga sommige stukjes ga ik doen. Even hoesten. Komt ie. 3, 2, 1. Niet? Kom eens. Nee, dat is het. I knew it, ja. En dan hier, je? Op de camera zie je het gelukkig niet. Gelukkig niet, maar zand schuurt de maag, zeggen ze. Ja, lekker man. Ja, liever dit dan zandhappen, hè. Dus, Ja. Nu krijg je het gedoseerd binnen, dat je het niet zo door hebt. Nee, ik weet het niet. Geen alleen stoppen te praten. Goed zo, jongen. Ik wist eigenlijk al wat ik ging zeggen. Goed zo. Dan is hij sneller bij zijn nieuwe vriend. Ik denk het wel, ja. Goed zo. Buiten. Kom, kom. Juist. Goed zo. Jessie? Ja, toch? Hallo. Ja. Door. Mooi. Goed zo, boy, boy. Ja, je doet het goed. Je doet het goed, jongen. En terug. Mooi.
zitten. En dan denk ik om zo meteen even uit te lopen in de bak. Oké. Okay. En stappen. Rustig. Zo, het begint hier nu wel echt stoffig te worden. Ja, daarom. Goed hoor. Ja. Laat hem dan. Winkel. Ja, hey mee. Ik weet het, het is een lekker ding. Ja. Wel iets te oud voor je. Wel lekker. Echt, het bloed heeft lang. Oh ja, ik heb nog wel iets opnieuws voor je. Oh, volgens mij moet ik even... Ja, is dat spannend? Ja, hè? Is weer leuk, hè, die matjes. Ja. Kunnen we ook wel een keer gewoon in de rijbak leggen. Kijken wat hij ermee doet. Eroverheen lopen, dat soort dingen. Een zeil hadden wij bedacht. Maar nou nog alleen een klein zeil wat je gewoon even meesleept, want ze hebben alleen maar groot zijn. Ja. Snuif, snuif. Nou, kom, gaan we terug. Ja? Nou, we hebben dus theedax. Ik vind het beste werken. En dit is gewoon vliegenspray. Het stinkt ook niet. Je kan het voor honden gebruiken, voor paarden en voor jezelf. Dat is wel heel fijn. Ja, is even wachten. Kijk, en daar komen die strepen dus van, hè? Nee, niet. Die horen er ook gewoon bij. Ja. Heel mooi. Ja. Jullie staan er niet op verder, hoor. Oh, wat ruikt hier lekker. Oh, je ruikt lekker nu. Ja. Daarom. Het ruikt echt heerlijk, dat spul. Het ruikt ook niet, daarom kan je het ook voor jezelf gewoon lekker gebruiken. Ik zat er trouwens ook wel ergens aan te denken om paardenspullen uit te proberen op ons. Ja. Als in, voor witte paarden, dat die shampoo, weet je wel? Oh ja, die paarshampoo. Ja. Ik heb er eentje van de Decathlon, die vind ik echt super fijn. Die werkt echt als een malle. Ja, maar wij hebben dus ook voor mensen dus ook paarse shampoo, weet je wel? Voor blond haar. Ik zit eraan te denken, wat doet het bij ons? Ik wil het best uitproberen, verven moet ik toch nog. Ja, ik moet ook nog verven, dus. Oh, zit je zo zielig te kijken. Ja. Dit ruikt wel verschrikkelijk lekker. Ik zou je zo bijna opeten. Ja. Mochten we wegvallen, de batterij is bijna leeg. Oh, mooi. Dan mag die uit. Helemaal een trams. Ja, dat is mijn ring. Die kun je ook proberen te happen, maar dat gaat echt niet van mijn vinger af. Hij vindt het leuk om ringen dus vast te pakken. En doet hij dat niet, doet hij zijn eigen tong tussen de tanden in. Dat is echt heel gek. Is dit lekker? Doei, daarvoor. Ekela. Nom, 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 nom. Ja. Oh. Kleine snoeper. Gaan we nu thee voor je maken. Ik ga voor je ogen even doen. Oké, we gaan dus nu kamillethee maken. En dit is eigenlijk voor het oog, zometeen van Yasri. En het wordt gewoon echt als
TT gemaakt. Dat is nou juist. Wat moet je eigenlijk doen? Je moet er schone watjes in doen. En dan op een gegeven moment ga je het dus over het oog heen smeren. Maar dat ga je zo meteen zien. Dus vandaar. Ik moet even de waterkoker pakken. Het is een beetje een troepje naar de barbecue van gisteren. Maar oké. Je maakt dus wat thee. Ik heb een beertje. Lekker flink erin. Maakt niet uit of het donker wordt of niet. Nou ja, zo donker wordt kabille thee niet. Dus dat scheelt. Zo. Nou. Dat is wel meer dan genoeg. Wat je dan doet is heel simpel. Je laat hem of eventjes, hoe moet ik dat zeggen, uitwazen, maar even wat minder heet worden. Of je gaat dus met twee bekertjes werken, want nu is hij bijvoorbeeld heel erg heet. Dus. Wat ik altijd deed op stal, was gewoon overgieten, constant. Zo krijg je de warmte eruit. Oh. Met twee bekers, dus dat is ook wel mooi. Dat is heel anders werken dan dit. Hij is fijn. Nou, hij is nu al een stukje kouder. Dat scheelt. Laten we hem gewoon nog eventjes afkoelen en dan ga ik even een paar watjes pakken. Dus. En dan zien we jullie terug bij Jessie. Nou Jessie, gaan we. Het belangrijkste is, je pakt dus één watje. En ja, je mag hem uitknijpen met je eigen vingers, want je hebt natuurlijk niet dezelfde bacteriën. En je gaat dus echt van buiten naar binnen, er gewoon overheen. Zo, een paar keer. Dan komt er een beetje wat vanaf. Vouw je hem gewoon dubbel. Nog een keertje. Hupsakee. Even een beetje dat slaapje weg. Zo. Prachtig. Volgende. Zo. En in het geval dat je paard een beetje bangig is, dat kan. Dan begin je eerst eronder. En dan ga je daarna naar boven. Maar zoals jullie kunnen zien, Jasri is het gewend. Die heeft vaak ontstoken oogjes gehad. Dus ja, het is gewoon normaal voor hem geworden. Dan even de andere kant. Want je moet gewoon lekker alle twee de dingen meenemen. Alle twee de kanten. Want dan weet je in ieder geval zeker dat het allemaal goed zit. Zo. Goed alle prutjes daaruit. Zo. Nou, waarom gebruiken we kamillethee? Het is rustgevend. Het zorgt ervoor dat alle bacteriën gewoon uit het oogje komen. Ja, hè? Lekker zo, hè? Zorgt ook gewoon voor dat alle irritaties weg zijn. Dus dat is goed. Ja, goed zo. Wat je ook nog wel eens kan doen, omdat het best wel kan prikken, zeg maar, al die pruttis ogen, is dat je gewoon even een beetje uitknijpt. En gewoon net zoals zo'n petje bij een mens, gewoon even op zijn oog laat zo. Gewoon heel rustig alles naar de binnenkant toe wrijven. De een accepteert het wel, de andere niet. In juist geval, dat maakt niet echt veel uit. Zo. Rustig eroverheen. Goed, oké. Daar is hij weer. Hij is gewoon heel rustig eronder. En dan hebben we het hier over een Arabiertje. Dus laten we eerlijk wezen. Nou, de rest heb ik eigenlijk niet eens nodig. Dus dat kan gewoon weggegooid worden. Jammer, maar helaas. Ik was iets te enthousiast. En dan ga je je afvragen van, goh, waarom is jouw paard zo enorm rustig? Dat heeft alles te maken met hetgeen wat hij daarna mag. Dus. En wat mag meneer daarna? Als het iets meer afgekoeld is. Nog een klein beetje. Want de paardenmond is natuurlijk wel altijd een beetje gevoelig. Ja, dat is beter. We hebben iets geleerd. En dat is namelijk uit een beker drinken.
Oh, lekker hè. Lekker hè, jongen. Oeh ja. Goed hè. Goed, je zit wel even onder, maar dat heb je ervoor over, toch? Ja. Nou. Zullen we je halsetje maar weer afdoen? Ja? Oeh. Ik hou ook van jou. Nou, weet ik niet of die aan staat. Ja, staat aan. Hi, we zijn weer klaar met onze dag en we gaan nu afsluiten, dus bij deze. In ieder geval bedankt voor het filmen van vandaag. En dan gaan wij weer afsluiten verder. We hebben de spulletjes, we gaan nu naar voren toe lopen. Maaike gaat naar huis. Ja. Dus tot de volgende keer dan. Doei doei! Doei doei!